Het doel van deze stage is om mensen kennis te laten maken met orthopedie wereldwijd. Wat we normaal in de opleiding leren is zeg maar wat in de westerse wereld voor de orthopedie bekend is. Veel scopieën, veel prothesiologie. Maar dat is eigenlijk maar voor een heel klein deel van de wereld mogelijk. Misschien 30%. En de rest doet het daar niet mee. En wat is er dan elders in de wereld te vinden aan orthopedie? Dat is wat je gaat leren zeg maar, in deze stage. De stage is eigenlijk als volgt ingebed. We hebben gekozen voor een stage gedeeltelijk bij ons hier in Maastricht en gedeeltelijk in Ghana. Met Ghana hebben we een hele goede samenwerking. Die samenwerking staat al sinds jaren. En we hebben eigenlijk ervaren, uitgevonden dat we daar ook heel goed een stuk onderwijs kunnen geven. Nou, het onderwijs wordt dus gedeeltelijk hier in Maastricht gegeven, een aantal maanden in Ghana en dan uiteindelijk weer bij ons. Het biedt de AIOS de mogelijkheid om te kijken wat orthopedie zeg maar elders in de wereld inhoudt. Heel veel participatie, dus we kunnen gewoon meedoen met zoals het daar draait. En wat zeker uniek is, is zeg maar de kennis maken met wat voor ons zou zijn de oude orthopedie. Dat wil zeggen dat we in Nederland vrij snel een interventie doen en je eigenlijk weinig ziet van wat zou er gebeuren als je nou helemaal geen orthopedische interventie had gedaan. En dat zie je daar heel veel, omdat mensen gewoon niet geholpen worden, zeg maar in eerste instantie. En dan zie je eigenlijk pas de gevolgen van wat er dan gebeurt. Dat is heel anders dan dat je hier in Nederland ziet. Ja, wat je met name leert in een setting als een ziekenhuis in Ghana is dat de mogelijkheden die je hebt, de echte basismogelijkheden, het roeien met de riemen die je hebt, logisch nadenken met gezond boerenverstand, dat je daar met name op aangesproken wordt. En niet zozeer dat we terug kunnen vallen op allerlei aanvullende onderzoeken, allerlei scans, technieken, diverse soorten schroeven, materialen. Dat is wat je daar niet hebt. Dus wat je daar moet doen is nadenken, wat heb ik wel en hoe ga ik daarmee om? En dat is dat werp je terug. Je leert jezelf kennen, je leert kennen hoeveel je eigenlijk van het vak weet. Het is eigenlijk dus die AIO die creëert daar veel meer zijn eigen opleiding en zijn keuzes dan dat hier mogelijk is. Ghana is natuurlijk een volstrekt ander land. Afrika is een continent wat onvergelijkbaar is met Nederland, met Europa. Dus ik was met name erg benieuwd. En ik was leergierig om te kijken hoe de orthopedie daar bedreven werd.